En weer gewonnen. Jong AZ draait als een tierenlier. De vraag is niet of ze kampioen worden in de tweede divisie, maar wanneer. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat je weet het antwoord eigenlijk al. Dat we nog 13 wedstrijden moeten spelen. Nou, hoeveel punten zijn dat? Dat zijn er 39, Martin. Wel staat AZ 15 punten voor op de concurrentie. Met dien verstande dat andere ploegen nog wel wat wedstrijden in te halen hebben. Zoals de tegenstander van komend weekend AFC. De Amsterdammers staan 16 punten achter op Jong AZ met 2 wedstrijden minder gespeeld. Hoe dan ook heeft Jong AZ een straatlengte voorsprong op alles en iedereen. Toch? En de straatlengte is een steegje, hè, Klaas-Jan. Het is maar een heel klein straatje. Maar daar hou ik me echt niet mee bezig. Ik weet wel dat ze 2-2 hebben gespeeld tegen UNA. Daar hou ik me wel mee bezig. Op het moment dat onze wedstrijd is afgelopen. En die wedstrijd liep goed af. 4-2 werd er gewonnen van de treffers. 2 goals waren bijzonder fraai. De eerste van Mairen Boadou. Die mocht er zijn. En ook de vrije trap van Job van der Linden zat er lekker in. Jong AZ lijkt goed genoeg voor de Jupiler League. Ja, als deze jongens zich zo door blijven ontwikkelen en ze pakken nog een jaar Jupiler League, dan worden ze alleen maar beter en sterker en gaat de ontwikkeling veel sneller dan men had verwacht. Maar eerst wordt er gevoetbald op Goed Genoeg, de naam van het sportcomplex van AFC. Als de weergoden het toelaten natuurlijk.